Na de capitulatie van Japan wordt de burgeroorlog tussen de nationalisten en de communisten weer hervat. En spoiler alert, de communisten zullen uiteindelijk winnen in 1949. Nou, hoe dat zo plaatsvindt, daar zullen deze video's naar gaan kijken. Want die nationalistische regering die had dan wel de macht, maar die lukt het maar niet om de problemen in China op te lossen. Met name de economische en de maatschappelijke problemen. Zo blijft er grote armoede op het platteland. Uh, het geld wordt steeds minder waard, omdat de economie gewoon niet goed loopt. En die corruptie in het bestuur, die we eigenlijk al door zo'n beetje de hele Chinese geschiedenis heen uh, zien, die blijft dus ook bestaan. Ja, en die Japanse bezetting die heeft alleen maar voor meer problemen gezorgd. Ja, zo heeft die zware militaire strijd waarin de Japanners uiteindelijk wel verslagen werden, wel heel veel mensenlevens en heel veel kapitaal gekost. En uh, nou ja, dat is dus iets wat je weer uh, te boven moet komen. En daarnaast, en dat zagen we ook al eerder, blijft de aanhang van het communisme, van de CCP, die Chinese Communistische Partij, groeien. Ja, en waarom is dat dan eigenlijk precies? Nou ja, er zijn een paar dingen voor. Ten eerste, dus omdat het die nationalistische kwomintang niet lukt om China echt op de rails te krijgen. Ja, en daarnaast zie je ook dat die communisten veel beter georganiseerd zijn dan die nationalisten. Die hebben zowel hun bestuur in de gebieden waar ze controle hebben als hun leger hebben ze gewoon beter georganiseerd. In die gebieden waar die communisten dan de baas zijn, daar voeren ze ook wel degelijk die landhervormingen door voor arme boeren, waardoor uh, er meer gelijkheid komt en die, die arme boeren ook meer kansen krijgen, waardoor die dus ook weer achter die communisten blijven staan. Ja, en in het algemeen lijkt die CCP er dus beter in te slagen dan de nationalisten om uh, voor, voor hoop op een betere toekomst te zorgen onder de Chinese bevolking. Hè. Zij lijken echt uiteindelijk een keer een uitweg te bieden aan alle problemen die er zijn in China. Tenminste, dat is wat veel Chinezen vinden. En ja, dan is het in 1949 uiteindelijk zover. De communisten winnen de burgeroorlog. Hun rode leger heeft de strijd gewonnen. De CCP staat dan onder leiding van Mao Zedong, die we hier zien. En hij roept de communistische volksrepubliek China uit in 1949. Oftewel, 1949, China wordt communistisch. Nou, Chiang Kai-shek en de rest van zijn nationalistische volgelingen die vluchten op dat moment naar uh, Taiwan, een eiland voor de kust van China. En je ziet dat hier ook in die vlag van Taiwan, daar zie je dus ook dat logo van de Kuomintang van die nationalisten terugkomen. En Chiang Kai-shek blijft dus de hele tijd zeggen: Wij zijn de enige legitieme Chinese regering. En die legt dus eigenlijk een hele claim op heel China. Dat zou weer bij elkaar moeten komen. En andersom ziet die CCP onder leiding van Mao Zedong Taiwan als een soort afvallige provincie van China. En dus niet als een onafhankelijk land. Maar goed. In die Verenigde Naties, waar dus uh, China in zat, hè, in die Veiligheidsraad bijvoorbeeld, daar uh, wordt uh, Taiwan voortaan de vertegenwoordiger voor heel China. Daar is de redenering heel simpel en dat is vooral onder Amerikaanse invloed. Ja, de officiële regering die wij ook hebben opgenomen in onze Verenigde Naties, die is nu gevlucht naar Taiwan. Dus de officiële regering zit in Taiwan en dat is dus officieel wat China is. Ja, En de Verenigde Staten kunnen dat doorvoeren op dat moment in de Verenigde Naties, omdat uh, de Sovjet-Unie eigenlijk niet echt meedoet. Want we zitten hier ook in de tijd van de Koude Oorlog, hè? de strijd tussen uh, de, de, de kapitalistische uh, Verenigde Staten en die communistische Sovjet-Unie. Ja, en China raakt er dus bij betrokken, zoals we al zien. Want de Amerikanen die staan dus achter die Taiwanese nationalistische regering. En die steunen ook hun claims. En onderzoom wordt die CCP, het Chinese vasteland, uh, die wordt gesteund door de communistische Sovjet-Unie. Ja, en dit hele verhaal speelt natuurlijk ook een grote rol in de derde deelvraag van de historische context, waar we in de volgende video naartoe gaan.